Vandaag ben ik te gast bij de Omsmijters, de kegelvereniging van de studentenvereniging Ceres. Zij hebben hun kegelbanen liggen onder de sociëteit aan de Generaal Volksweg. Die twee banen, dat zijn niet zomaar twee banen. Nee, dat zijn de oudste banen van de Benelux. Zo zegt men. Het verhaal gaat dat dit de banen zijn die in 1883 werden aangelegd door Gustav Kaupe. Deze man had een slijterij op de hoek van de Havenstraat en Havenafweg in Wageningen. De eerste Wageningse kegelclub, ZBGP, zonder ballen geen plezier, verhuisde in 1891 van het etablissement van Kaupen naar een kegelbaan naast Junushof. Of destijds de banen mee verhuisd zijn of dat er nieuwe banen zijn aangelegd, is niet met zekerheid na te gaan. In 1962 neemt Ceres de banen van Junushof over voor het symbolische bedrag van 1 gulden. Junushof vindt de banen niet passen bij het imago van een schouwburg, terwijl Ceres in dat jaar haar sociëteit uitbreidt. Het Algemeen Handelsblad bericht hierover het volgende. Zaterdag 22 september, 's middags te 5:30, zal in Wageningen de eerste steen worden gelegd voor de uitbreiding van de studentensociëteit Ceres van het Wageningse Studentenkorps. Het project, dat plusminus 1 miljoen gulden zal vergen, omvat onder andere een eetzaal-toneelzaal, een kegelbaan en diverse vergaderlokalen. Heden te dagen wordt er nog steeds iedere week door de Omsmijters een balletje geworpen. En naast mij staat de preses van Ceres en tevens Omsmijter. Hoe ziet zo'n avond eruit? Ja, inderdaad, iedere woensdagavond wordt er nog hier door de Omsmijters gesmeten. Die verzamelen zich hierboven op de sociëteit iedere woensdagavond om 6:30. En dan vertrekken ze naar de kelders van Ceres, waar dus de kegelbanen liggen. En daar eten ze eerst met z'n allen een biefstukje om de goede eiwitten binnen te krijgen, om een goede sportieve avond tegemoet te gaan. En dan beginnen zij te kegelen op dus inderdaad die oudste banen van de Benelux, waar we bijzonder trots op zijn. We zijn er ook bijzonder zuinig op, zo mag je er natuurlijk niet overheen lopen. En wordt er ook zorgvuldig gesmeten om de banen zo min mogelijk te beschadigen. En mocht u interesse hebben, dan bent u van harte welkom tijdens de Open Monumentendag op 11 september 2016. Dan kunt u het zelf wellicht proberen. Nou, u hoort het mensen, een heel gastvrije vereniging hier, Ceres. Vanuit de sociëteit van Ceres neem ik weer afscheid van u. Wilt u nou meer weten van de Wageningse kegelbanen, dan raad ik u zeker dit boekje van Petra Leenknecht en Kees Gast aan. Of neem een kijkje op onze website www.omdw.nl. Ik bestel nog even een biertje en zeg tot tegen u tot de volgende keer.